Een Veghelse traditie bij het gild. Alleen in Veghel. Het ging heel goed en het ging heel snel. Ik ben de schutdeken van de Sint-Barbara-gilde en ik heb ervoor gezorgd dat er snel geladen werd en dat de schutters snel konden schieten. Maar je hebt zelf ook meegedaan. Wat gebeurde er bij het 172ste schot? Er was nog maar een heel dun reepje hout over. En dan is het de kunst om die precies te raken op het zwakste punt. En dat is mij gelukt. En daardoor kwam het laatste stukje hout naar beneden. En daardoor ben ik nu de koning van het Sint-Barbara-gilde. Ja, en wat merk je daar dan van? Wat gebeurt er met je? Ja, dat is een bijzonder gevoel. Want het is een hele eer om koning te zijn van een gilde. En die eer staat helaas een beetje onder druk, omdat we aanvankelijk heel weinig schutters hadden. En het is het gebruik eigenlijk, tot nu toe, bij het Sint-Barbara-gilde, dat leden van de overheid, ik ben de schutteken van het Sint-Barbara-gilde, niet mee schieten. Maar gisteren hebben we besloten dat ze toch mee mogen schieten. En ik heb als schutteken, als lid van het bestuur van het gilde, besloten om mee te doen met het koningsschieten. En het is me dus gelukt om dat koningschap te verwerven. Koning, dat is een hele eer. Dat is zeker een hele eer. En ik zal ook bij heel veel bijeenkomsten het komende jaar aanwezig zijn. Dat was ik normaal niet al, want ik ben ook de tamboer. Een van de tamboers van het gilde hier in Veghel. Dus in die zin verandert er niet zo heel veel. Behalve dan dat ik voortaan in ieder geval het komende jaar als koning bij herdenkingen en andere bijeenkomsten aanwezig ben. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gildegoed.